Fabien Kogikamp. Dat doen we in samenwerking met Michel Bruinings. Waarom dit kamp? We zijn ervan overtuigd dat voetbal niet alleen draait om het fysieke aspect, maar vooral het feit dat wij kinderen moeten leren hoe onze hersenen werken en hoe wij daar het beste op kunnen trainen. Dus wij proberen spelers in complexe situaties te brengen waarin zij constant tot nadenken gezet worden, waarin zij bepaalde patronen krijgen, die gaan ze automatiseren. En in die automatiseren zijn ze altijd voorbereid op complexe situaties op te lossen binnen het veld. Het is eigenlijk een forum waarin we op een makkelijke manier het complexe spelletje voetbal kunnen aanbieden aan onze spelers. En daar zijn we heel enthousiast over. En je ziet dat bij jongens een automatisme wordt om op de goede plek vrij te lopen, om bepaalde handelingen te doen. Waardoor het eigenlijk steeds sneller gaat en makkelijker wordt voor ze. De sensbal is een onderdeel van Kogi-training. En waarom speelt de sensbal zo'n grote rol in het aanbieden van de Kogi-trainingen? Vooral omwille van het feit dat het technisch deel van het concept moet je garanderen dat je de typische voetbalbewegingen geautomatiseerd en onbewust gaat gebruiken. Wij krijgen de bevestiging door onderzoek als wij spelers met de sensbal laten werken en we gebruiken die sensbal in eerste instantie als een metronoom, dan gaan we een betere match met de hersenen krijgen. Het is ook zo dat de sensbal gebruiken het voordeel oplevert dat je heel wat kinderen die leerproblemen hebben en die het moeilijk hebben om informatie onder controle te krijgen, dat ze op heel korte termijn zich beter gaan organiseren en eigenlijk voor een stukje hun leerproblemen onder controle krijgen. Je ziet het nu ook bij dit kamp, dat er van verschillende clubs mensen komen kijken, dat er van de voetbalscholen die hier in de regio zijn, ook mensen komen kijken die ook een beeld willen krijgen van die kamp. En daarnaast willen wij onze eigen trainers natuurlijk opleiden. Die zijn hier ook volop aanwezig. En die hebben zich al verdiept in die methodiek, maar willen daar natuurlijk steeds beter. Want het houdt niet op. Je wil er natuurlijk steeds beter in. Nou, dat vinden we wel belangrijk om wat uit te dragen en in deze kampen terug te zien. We zien overal waar we het op dit ogenblik in de wereld doen de resultaten.